Welkom terug bij een nieuwe plantenvideo. Ja, de mensen die mij een beetje kennen, die weten dat ik gek ben op planten. Kijk maar achter mij, mijn urban jungle. Thans, een klein stukje ervan, want ik heb 60 kamerplanten in mijn huis. En het voorjaar breekt aan en dat betekent dat we natuurlijk weer meer plantenvideo's gaan maken. Want mensen krijgen er zin in. De zon schijnt. Het wordt hoog tijd om weer wat TLC aan mijn planten te geven. Want dat is alweer even geleden. Vandaag heb ik een heel tof pakketje wat we gaan unboxen. Wat alles te maken heeft met planten en de verzorging van je planten. Bedrijf genaamd Biogroei. Ik ben all about natuurlijke oplossingen. Ik geloof niet in pesticiden en allemaal chemische bestrijdingsmiddelen. Dit bedrijf, biogroei.nl, ik zal hieronder ook even een linkje zetten. Die heeft mij een pakketje gestuurd met een product van, Stenema. En dit zijn aaltjes, oftewel een natuurlijke bestrijding. Dat zijn beestjes, die kun je dus met water oplossen en op jouw planten opgieten. Niet alleen aan de steel, maar over de hele aarde. Waardoor je dus preventief aan de slag gaat met het bestrijden van rauwvlieg. In het pakketje zitten de aaltjes. Heel gek trouwens om te bedenken dat dit gewoon levende organismen zijn. De larfjes van de aaltjes. En er zit ook een handig boekje bij waarin meer uitleg staat over hoe je dit precies gebruikt. Bij deze dus grote dank aan Biogroei. En voor jullie ook als je denkt, nou ik wil nu aan de slag gaan met mijn planten zodat ik straks geen rauwvlieginfection krijg. De link hieronder in de beschrijving kun je gebruiken om even een kijkje te nemen op de website van Biogroei. En er staan nog veel meer handige producten die allemaal 100% natuurlijk zijn. Dus als je net zo'n plantman bent als ik en je wil geen infecties hebben, kijk dan even op hun website. Dat gezegd hebbende, we gaan beginnen. We gaan het niet alleen hebben over de rauwvliegjes. We gaan ook een aantal planten verpotten dit jaar, want ook dat is hoog nodig. En laat me hieronder ook even weten, ben jij al begonnen met voorbereidingen voor je planten voor het voorjaar? Ik heb hier 1 liter water en ik heb een pakje aaltjes. Die gaan we even oplossen. En dit zijn natuurlijk larfjes. Rauwvliegjes zijn eigenlijk geen vliegjes, het zijn mugjes. Op zich zijn die vliegjes zelf niet heel schadelijk voor je planten. Maar wat er gebeurt is, zo'n mug die komt dus naar jouw plant toe. Die komt op die plant zitten en die gaat daar eitjes leggen. Die larven, om zich te ontwikkelen, gaan zich voeden. Aarde die erin zit, maar ook de wortels worden daardoor aangetast. En op het moment dat de larven uitkomen en het worden mugjes, zie je dus hele kleine, het lijken haast fruitvliegjes. Maar dan nog kleiner. Dit is een natuurlijke manier om dus de rauwvlieg te bestrijden. En wat er vooral ook fijn aan is, is dat het voor zowel mens als dier niet schadelijk is. Opgelost ziet het er dus zo uit. Belangrijk is dat wanneer je dit product gaat gebruiken, dat je dat op een vochtige pot grond. Als je dat niet zou doen, zou je namelijk de aaltjes gelijk wegspoelen. En dat is natuurlijk niet de bedoeling. Hierbij moeten we dus zorgen dat we niet alleen maar de stam aangieten, maar eigenlijk over de hele pot. De aaltjes willen verspreiden. Dat doen we gewoon een beetje zo. Waar ik dit ook even op ga gieten is mijn Monstera variegata. Sterker nog, ik spot hier net een rauwvliegje. Dus dit komt heel goed uit. Je zou er 25 kamerplanten mee kunnen doen. Maar omdat een aantal van deze planten indicatie van rauwvliegjes hebben gegeven, heb ik ze nou bij deze planten gedaan. Zodat ik zeker weet dat daar in ieder geval geen problemen mee ontstaan. We gaan het goed in de gaten houden. Want nu is het gewoon wachten op dat de aaltjes uit gaan komen en hun werking gaan doen. Mocht jij zelf ook last hebben van rauwvliegjes of preventief aan de slag willen, kijk dan even naar de link in de beschrijving hieronder. Want dat is de link naar Biogroei. Waar ze dus niet alleen maar een middel tegen rauwvliegjes verkopen, maar ook andere natuurlijke bestrijdingsmiddelen tegen veel voorkomende plantproblemen. En dat gezegd hebbende, ben ik even benieuwd. Wat is jullie nummer 1 frustratie, probleem met jullie planten? Laat het hieronder even weten, want dan kan ik daar eventueel weer een video over maken. En dan is het nu tijd om een aantal planten te gaan verpotten. We zijn al helemaal voorbereid. Nog een tip die ik je graag wil meegeven is, als het gaat om potten,
Deze serie met potten, ik heb er een aantal van, die kun je bij de Intratuin kopen. En die zijn echt, zeker gezien het formaat, super betaalbaar. Potten zijn gewoon hartstikke duur, dus de potten die ik altijd koop komen of van de Intratuin uit deze lijn of van de Action, zoals deze leuke. Ik zie dat ik weer een probleem heb met spider mite. Als je goed kijkt, dan zie je een soort van webbetjes hierop zitten. En dat is dus een duidelijke indicatie van spider mites. Ik zie ook een vliegje wegvliegen. De rouwvlieg of de rouwmug. Eén voordeel, deze moest toch verpot worden. Die staat namelijk in een veel te grote pot. De aarde is ook hartstikke nat, dus die gaan we eruit halen en die gaan we in een klein potje zetten. Wortelstel is gewoon hartstikke goed. Gelukkig ben ik er net op tijd bij dat er dus nog geen wortelrot heeft plaats kunnen vinden. Nou, hoe los je het probleem met spider mites op, met die witte puntjes dus onderaan je blad? Een oplossing maken van water en een druppeltje dref. Dat spuit je op het blad en dat blijf je eigenlijk herhalen totdat je dus niet meer van die beestjes ziet. Ja, en dan is het gewoon een kwestie van in laten werken, je bladeren afvegen en dan hopelijk, in het beste geval, ben je er snel vanaf. Ik denk dat dit een veel beter formaat is voor dit kleine plantje. Hoe vaak moet je dan je plant verpotten? Ik zou zeggen, als ik even kijk naar de afgelopen jaren, dat ik de meeste van mijn planten zo'n één keer per jaar of verpot in een grotere pot, of dus nieuwe aarde geef. Want dat verpotten heeft natuurlijk een behoorlijke impact, een aanslag op jouw plant. Je plant wordt er niet blij van om te verpotten worden. Sterker nog, het is heel slecht voor de wortels, dus ik probeer het echt te beperken. Maar bij sommige planten zie je echt na verloop van tijd dat die aarde is dan zo uitgedroogd dat er geen voedingsstoffen meer in zitten. En dat is voor mij wel een goede indicatie om te zeggen, het is tijd om mijn plant te verpotten of nieuwe aarde te geven. Deze staat al vanaf dat ik hem gekocht heb in deze pot en daar is op zich niks mis mee. Maar hij heeft wel echt de neiging om scheef te groeien. Ik ben heel benieuwd. En wat ook altijd goed is, is als je gaat verpotten, dat je even die aarde een beetje loshaalt. Zodat je de plant de kans geeft om de wortels aan nieuwe aarde te laten hechten. Het stammetje goed vasthouden, dat hij lekker goed in het midden staat. En je geeft eigenlijk de plant ook weer de kans om goed door te ontwikkelen. Wat is overigens voor jullie het meest lastige in de verzorging van je planten? Waar loop je nou echt tegenaan? Laat het hieronder even weten, want misschien kan ik die vraag voor je beantwoorden. Een leuke video van maken, zodat we anderen ook daarmee kunnen helpen. Bak met aloe vera. Die stond eigenlijk in één grote pot, totdat ik hem om liet vallen. En sindsdien heb ik hem dus hier in een schaal gezet. Deze aloe vera die heeft echt gigantisch veel pups, noemen ze dat ook wel. De aloe vera die maakt pups aan. En zoals je kunt zien is dit ook gewoon één oerwoud planten geworden. En aloe vera heeft natuurlijk ook niet super veel water nodig. Dus het is een ideale plant voor mensen die echt geen groene vingers hebben. Ja, deze was echt aan verpotten toe. We gaan hem even in een maat groter zetten. Roze plant, roze pot. Deze bananenplant, die doet het al een tijdje niet zo best. Zo. En toen zat heel mijn woonkamer onder. We gaan even deze pup eraf halen. En daarvoor graaf ik een beetje naar de onderkant toe en dan pak ik mijn mesje en zet ik hem zo erin om hem dus van de moederplant af te snijden. En ik hoor hem al. Ja, kijk eens. Wauw. Wat prachtig. Hier word je toch helemaal vrolijk van. En dan kunnen de pups ook lekker de ruimte krijgen om zich goed te ontwikkelen. Voordat we die over een hele tijd ook eraf gaan snijden. Ja, wat kan ik zeggen mensen? I love plants! Met grote dank aan Biogroei voor het sponsoren van deze video. En mocht je tips hebben, ideeën, suggesties voor een volgende plantenvideo, laat het dan vooral weten hieronder in de comments. En ik zie je heel graag terug in een volgende video. Bedankt! Oké, doei doei!